eigenlijk een spelletje doen. Wat is ons spelletje? Dan zouden we een bepaalde achtvorm gaan volgen. Op dat graan daar het schoonste stuk. We gaan rekening houden met de putjes, dus normaal is dat schoonste stuk hier vooraan. Maar wat er voor ons belangrijk is, dat we een bekertje gaan meedoen met vol water. En een plankje. Oké. Okay. We gaan proberen, alleen toch, we gaan het sowieso goed doen. We mogen het zetten waar je wilt, we mogen het vastpakken hoe je het wilt. We gaan er geen punten voor afvinden. We gaan het zonder scherm. Maar. Zonder scherm. Zonder scherm. Ja, maar. Oh. Oh. Ja. Het is iets anders. Ja. Ja. Oké. Okay. Wat heel belangrijk is, het zijn heel veel punten. We gaan het niet verklappen wat de punten zijn. We gaan die wegen. Dus we gaan 250 ml erin steken, appotteke. We wegen dat. Heel veel punten je kunt mee verdienen. Je geeft dat direct af. Maar we gaan ons parcours doen op de snelste, op de veiligste manier. Wil je dat niet snel doen, dan heb je volste recht. Pak geen risico. De bedoeling is dat je volwaardig je parcours doet met een start en een stop met een vol bekker. Hoe gaan we het doen? We gaan een vierkant hebben. Het zijn allemaal de kegeltjes. De bedoeling is dat we een achtvorm gaan doen. Ja, ik ben excuseer, ik ben het moest zo gedaan. Hè. Ja, vandoor. Ja, ja, ja. Excuseer, man. Ja, zo ja. Ik had een klein beetje met zijn zoon, hè, dat we eigenlijk zo de rond gaan en daar worden de stop gemaakt. Hier gaat dat iets duidelijker zijn, op het moment dat je start, je gaat rond, duw het door en komt er. Ja. We hebben twee vlaggen, start voor de vlag en start voor de stop. Gaan we dat blijven, Mark? Dat klopt, start, één is de eerste vlag, twee is de vlag, stop. Hè. Ja. Is dat duidelijk? Yes. Ja. Pak even een bocht groot. Ik hoop het wel. Daartoe, dan mag. Ik doe het niet. Het is niet de bedoeling dat mijn wiel blijft achterhangen achter die kegel. Hè. Dus het is zuiver, je parcours doen, je achtvormen. We willen dat heel scherp doen, we willen dat mooi doen. Dat voor mij heeft dat geen belang. Dus begin, stop, uw tijd. En daar gaan we punten aan geven. Hoe uw tijd, hoe minder tijd, hoe meer punten. Plus dit. Dat is de winst voor de rest van het weekend. Dat is de winst van de wedstrijd. Heb ik ook extra water? Is er ook een proef? Zal dat moeilijk zijn? Ik denk het niet. Terwijl ik denk dat er iets gemakkelijker zal zijn en aangenamer dan die... Ja, maar één hand, hè. Ja, dus ja. Maar dan willen we gaan even zo'n spelregel. We mogen het vastnemen dat je wilt, maar met één hand. Niet zo, hè. Want er zijn mensen bij... Ja, maar één op je gas geven, toch? Ja. Met gas, hè. Dus het is degelijk één hand. Gaat u een taak en ik mag niet mee dat is nee, hebben we er wel eens aan gedacht? In duo, hè? Misschien daarna, hè? Als we tijd over hebben, kunnen we dat eens proberen. En ik hoop dat de goede gas gegeven wordt, dat het water kan zo. Ja! Ik stel voor, maar we gaan. Dat is een wedstrijdje dat kan snel gaan. Maar ik zou voorstellen dat we niet te lang moeten wachten op elkaar. Probeert achter elkaar al klaar te staan hier, dat we zeggen de volgende, dat het mooi loopt. Ja. Dan kunnen we dat eigenlijk op een uurtje rond staan. En voor degene die loskomt van de grond, kijk uit, er hangt een drone in de lucht. Zo willen. Ja, heb ik ook even een bandje niet omgedaan. In de 20 minuten de eerste starten. Ja. Wij zijn klaar, denk ik, met ons parcours. Je hebt maar één kans als het onvolle spel. Ja, dan ben ik klaar. Nee, je doet je parcours. Maar dan verliezen heel veel punten. Dat wil ik alsjeblieft. Maar we zeggen nu punten nu niet. Op tijd en water. Het water zijn de punten, zeg maar, toch? Ik zeg gewoon, dat is heel veel. Wat dat je doet, hoe meer water, hoe meer. Dan de winst zijn voor de rest van het weekend. Je kan ook alvast even wat water in je mond doen. Dat is een raar kleur. Nou, hier wordt de achtproef gedaan. We gaan met de drone filmen en even zo vanuit het vuistje. Op het veld. Mensen aan het aansluiten. Dit is de wachtrij. We hebben nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5. En dan komen er nog waarschijnlijk wel een paar.
En daar gaan ze vertrekken met een glas water, 250 gram. Moeten ze een achtje rijden en proberen zoveel mogelijk water in het kopje te houden. Succes! Een recept voor failure. Dus tijd de drone aan het vliegen en opnames aan het maken, dat is wat lastig. Maar de meneer krijgt zijn glas. En daar gaan we dan. Succes! De paf die gaat beginnen, hè? Succes! Oh, tijd telt ook nog. Dus en tijd en tijd en... Oké. Okay. Ik dacht alleen water was, maar dat is nog helemaal extra leuk. Ja, een heel rijtje aan. 3, 2, 1. Ja. Je ziet, valt het niet mee? Echt niks meer. Hoi. Zo, dat moet ik niet bij elke piloot doen. En? Het resultaat is... Shit, onze laag. Resultaat is? Oh, 84 gram over. 84. Oké. Gram per dekertje. Oh, 138. Heel beter. 137.
Daar gaat weer wat. Jeepa. Oh, de beste. 51. Moeten ze zo wegsturen, staan we. Trek veilig rechts gaan, hè? Ja, maar. Niveau. Ja, moet ik er Echt. Nog 20. Ja. Om 29 en 30. Graag, maar veel water. Kijk. Hij is bijna vol nog. Hij is bijna vol. Ja. Hey, gestaag, maar je hebt veel water. Rustig aan. Vaag maar veel water. Heel veel water. Kijk, dat is wat. Bijna vol. Kijk, dat is denk ik het record, jongens. 2,25. 2,24. 2,24.